Hoi, ik ben Mion en ik ben archeoloog en ik werk voor de gemeente Den Haag. En achter mij zijn ze bezig met de opgraving aan het Spui in het centrum van Den Haag. En in deze aflevering kom je meer te weten over wat we hier hebben gevonden en wat deze locatie zo bijzonder maakt. Hoi, ik ben Angelco en ik ben projectleider van dit archeologisch onderzoek hier op het Spui Gedempte Gracht in Den Haag. Nou, we hebben heel veel funderingen gevonden, met name en vloeren en afvalputjes en waterputten uit de periode daterend van circa 19e eeuw tot helemaal terug in de 15e eeuw. We zijn nu bezig met put 3 aanleggen en zoals je kunt zien zijn er heel veel funderingen te zien. En dat zijn funderingen van de achterhuizen die aan de gedempte gracht hebben gestaan en van de achterhuizen die nog steeds aan het Spui staan. Dat zijn monumentale panden en die zullen opgeknapt worden. Die worden gelukkig niet afgebroken. Nou, wat interessant is van deze locatie, wat een hele grote verrassing was trouwens, was de vondst van hele grote molenstenen. En die zijn van een rosmolen die hier in de late 18e en de vroege 19e eeuw heeft gestaan. En die rosmolen die werd voortgedreven door één of twee paarden. Dus het was niet een klassieke molen in de zin met wieken. Daarom heet het ook een rosmolen, dus ros, paard. Uit onderzoek, historisch onderzoek, weten we dat daar schelpen werden vermalen. En waarschijnlijk ook nog iets van steengruis of zo. Of het maken van kalkspecie. En specie werd gebruikt om te metselen. We zijn nu bezig met het onderzoeken van een beerputje uit die periode. Dus de late 18e eeuw, vroege 19e eeuw. En daar vinden we dus heel veel kalkresten. Van die klompen kalk. Maar ook heel veel vuursteenknollen. En waarschijnlijk werd een bepaald percentage vuursteen ook vermalen. In verhouding met vermalen schelpen en kalk. Daarmee werd dus een soort tras of kalkspecie gemaakt, zeg maar. Dus dat is eigenlijk best wel een nieuw inzicht van deze locatie. De echte ambacht, zeg maar, uit die periode.